We zijn bijna bij de top van de wolkenpiek. Via een geheime weg komen we bij een soort van bonuswereld terecht met hele moeilijke levels. En Kamek komt zich bemoeien met het Bowser-schip. En dat is misschien wel het vetste level van deze video. Het is tijd om de wolken in te gaan. Oh, wacht even. Hier is een winkel. Ontvang munten voor het verslaan van vijanden. Oeh, dat kan wel een goede badge zijn, denk ik. Uiteraard koop ik weer een wonderzaadje. En een verrassingsbord, is dat misschien nog wat? Oh, kijk, ik krijg wel weer nieuwe dingen. Kijk, 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 olifantjes. Wat ze vlot. Lekker allemaal nieuwe dingen. Oeh, de blauwe spijkerbaltoot. Die upgrade kennen we nog helemaal niet. Ik ben benieuwd wat dat zal zijn. Een boor Mario? Dit begint een beetje als Kirby te voelen, hoor. Die heeft ook allemaal van dat soort leuke upgrades. Oh, ik ben echt al mijn muntjes er doorheen aan het gooien. Ik moet echt stoppen met dit. Oké, ik ga nu echt stoppen. Ja, ik heb een dubbele. Oké, ik ga gewoon weg hier. Van paal tot paal. Oké, we hebben hier een bijzondere bloem, denk ik. Oh, is dit de bubbel? Ja, dit is de bubbeltoot. Bubbeltoot! Hier, lekker. Oké, dat kunnen we zo dus in andere paaltjes, ja. Kijk, deze moet even zo. En dan heb ik dus een toot nodig. Of ik bedoel een koepa! Dan moet ik wel even goed springen, jongens. Dat ook gewoon zo kunnen doen, natuurlijk. Oké, kom maar. Ja, oké, ik neem jou even mee. Ja, kom maar. En dan zo. En dan moet ik even zo. Hoppakee, schild er tegenaan. Ja, muntjes. Ja, je weet het niet. Soms kan er wel eens wat in zitten wat je echt nodig hebt. Nu nog niet. Ja, we gaan naar boven. Let's go. Hallo, Koopa Para Troopa. Zo, hotse vlots. Ja, jij. Zo, en dan ga ik... Oh, ik wou even een schildje schieten. Ja, en dan... Hoppakee. Let's go. En door. Kijk, hier zit dus wel zo'n 10 munt in. Die moeten we allemaal hebben. Hoppa. We willen natuurlijk dit spel volledig uitspelen. 100%. Dan moeten we wel even al die 10 muntjes pakken. Oh, ja. Oké, cool. Wat een klim, hè? Ja, nou, dit was inderdaad wel een klimmetje. Maar ook Toad kan dit. Let's go, Toadironi. Hoppakee. Weer een bubbelbloem. Ga ik even een dingetje hierop gooien. Dan zo. Ik wil eigenlijk... Ik wil niet te veel... Hoe zeg ik dat? Wacht even. Ik weet niet hoe ik het zeg. Ik moest even focus hebben. Dit is zo, en dan moet ik zo. En dan... Niet zo. Ja, dat was dus niet heel goed gedaan. Oh, maar ik kan misschien ook gewoon zo eraan hangen. Oh, joh, ik zat weer moeilijk te doen. Het kan veel makkelijker allemaal. Kan ik trouwens het schildje gewoon zo omhoog gooien? Ja, oké, dat kan ook. Nice. En dan kunnen we hier in deze buis. Oké, wat is dit? Ik moet denk ik deze twee hele tijd laten bouncen. Ja, jij gaat bouncen. En dan kan ik naar boven. Dan kan ik een beetje zo... Oké, ik heb hem niet meer laten bouncen nu. Maar ik ga gewoon alsnog hier naartoe. Ja, oké. Ja, dit was ook genoeg. Helemaal top. Kunnen we hierop springen? Ja, en dan hebben we dus de special. De speciale level stukje. Ik weet niet precies wat de bedoeling hiervan is. Ik ga gewoon maar zo snel mogelijk omhoog, denk ik. Ja, dit ziet er allemaal leuk uit. Ik ga die muntjes een beetje skippen, hoor. Ik vind het helemaal goed. Ik vind het helemaal goed. Straks ben ik namelijk te laat voor iets. Dan gaat het opeens terug of zo. Wat is dit? Oké, weer twee van die dingetjes, ja. Kijk, dit bedoel ik. We moeten deze 5 allemaal pakken, denk ik. Waar is de rest? Waar is de rest? Hier is er 1 en er was er nog eentje hier beneden. Ik zag jou wel. Jij was je hier aan het schuilhouden. Ja. Oh, maar je kan dit gewoon rustig aan doen. Je kan hier alle tijd voor nemen. Als je wil, kun je gewoon lekker rustig alles pakken. Hoppa, het eerste wonderzaadje in de pocket. Moeten we alleen nog even level uitspelen. Gaan we deze even zo aangooien. En deze. En dan zit er hier nog 1. Die gaat ook aan. En dan? Dan moet ik gewoon heel hoog springen, denk ik. Ja hoor. Ook de kleine Toad kan lekker hoog springen. Wonderzaadje. Als je trouwens nog steeds kijkt naar deze video's naar Super Mario en je vindt het leuk, blijf de duimpjes omhoog doen. En abonneer als je nog niet geabonneerd bent natuurlijk. Oh, ik heb iets speciaals ontgrendeld zo te zien. Wat is dit? Een tussendoortje tussen de wolken. Oké, eens even kijken. Ja, we hebben er 1. Hoeveel moeten we er pakken? 5. Ja, die hebben we ook te pakken. Eens even kijken. Hier beneden zit er nog 1, maar ik ga nu voor de bovenste. En dan... Oh, ik had hem bijna. Bijna in 1 keer. Hartstikke idee. Oké, wat hebben we nog meer hier? Wat zit jij te praten? Wat zit jij te denken? Wat moet ik doen? Het pad hierheen is weer begaanbaar. Wat een opluchting. Toen ik hier kwam, werd de weg naar beneden afgesloten. En ik heb al die tijd hier doorgebracht. En de weg naar de top is ook al geblokkeerd. Het zou mooi zijn als we daar weer gewoon heen kunnen. Misschien moet ik gewoon accepteren dat ik nooit de top zal bereiken. Ach, jongen toch. Komt helemaal goed hoor. We hebben hier een level dat deed ritmisch springen. Misschien is het goed om de parachutepet hier even te pakken. Dus we moeten heel goed naar het ritme luisteren, denk ik. Even goed kijken.
Ja, oké. Okay. Dit is nog niet moeilijk. Oh, het gaat nu opeens sneller. Ja, oké. Okay, dan moeten we nu moeten we snel zijn. Ja, spring. 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 Ja, het gaat steeds sneller. Dus daar zit de moeilijkheid in. Ja. En de laatste. Ja. 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 Lekker. Oh, we moeten echt rennen. Oké, okay, ja. Ik had het net gehaald. Oeh, op het laatst ging hij echt heel snel opeens. Maar gewoon, hoppakee. First try in één keer. Lekker, man. Jumpy. En lekker. Kijk eens, alle drie. Oh, ik dacht dat ik er al twee had. Dit vind ik echt super leuke levels. Oh, daar kunnen we gelijk ergens anders naartoe. De expertess springt weer. Hup, non-stop en spring hoger dan normaal. Oké. Okay. Ja, daar kunnen we inderdaad een beetje zo huppelen. Oh, oh. Brrrr, brrrr, brrrr. Ja, op de helft. Brrrr. Brrrr. Lekker omhoog. Ja, top. En dan, hoppakee. En dan hebben we hier de helft gehaald, ja. Ja, en dan, deze moeten we denk ik inhalen. Cool, dat is ook gelukt. En nu moeten we denk ik eventjes wachten tot we bij dit platformpje zijn. Brrrr, brrrr, brrrr. Ja, ook top. Ook top. En door naar de volgende. Ja, en dan een beetje wachten, een beetje stuinteren. Dat ziek ideetje. Ja, lekker. En dan vanaf hier moet ik even een goed jumpje zien te maken. Oeh, oh, oeh. Oh, dit was niet zo'n goede jump. Maar, oké, ik krijg wel gewoon het wonderzaadje, gelukkig. Ik dacht dat je misschien altijd bovenin moest springen om het wonderzaadje te pakken. Het is volgens mij de eerste keer dat ik dat niet doe, helemaal bovenin. Ja, laten we die badge gelijk gebruiken, want ik denk dat we nu een level tegenkomen waar dat moet. Huh, wat is dit? Is dit een geheime shortcut of zo? Huh, wat is dit? Waar zijn we? We zijn in de speciale wereld. Oh, oké. Okay. Oh, dit is ongelooflijk. Maar wat is dit eigenlijk voor wereld? Dit hele gebied voelt op een of andere manier heel speciaal. Ook al voel ik dat hier geen koningszaadjes te vinden zijn, valt hier vast meer dan genoeg te ontdekken. Oké. Okay. Dit is de special in de Wolken Peak. De hemelse ritmes. Dus er zijn allemaal specials in elke wereld. En dan kan je dus naar boven. En dan kom je dus in die speciale werelden terecht. Oké, okay, en die zijn dan extra moeilijk. Oké, okay, die hebben we. Ja. Dan zijn we hier. Dan zijn we hier. Dan zijn we hier. Jump, 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 jump. Ja, yeah, oké, okay, cool. Oh, wat? Oké, okay, ik mis het 10 muntje. Eerst maar eens even kijken hoe dit level moet. Oké, okay, dit is lastig. Deze levels ga ik allemaal proberen te vinden en vervolgens op het laatst in één video gewoon al die levels doorspelen. Dat lijkt me vet. Oké, okay, ik ben weer terug. Dit is de Monsterjacht Wolken Arena. Ik ga denk ik nu voor de monsterbonus. Extra munt als ik vijanden versla. Want we moeten nu heel veel vijanden verslaan. Versla in elk gebied alle vijanden om de poort te openen. Als je snel bent krijg je meer beloningen. Dan wil ik wel eventjes mijn bloem. Oh, ik weet niet of deze makkelijk te verslaan zijn. Kan ik gewoon schieten? Ja, oké, okay, ik kan hun gewoon schieten. Cool. Oh, die grote die moeten we er vaker schieten. Ik ben nog niet heel snel, moet ik zeggen. Ja, die is ook kapot. Cool. Ja, die zijn ook kapot. En deze... Oh, die mag kapot, maar die is nog niet kapot. En... Oh, ik kan ook... Nee, nu kan ik ze moeilijker verslaan. Ik heb deze bloem nodig, jongens. Dit gaat nog niet heel goed. Dit gaat nog niet heel snel. Ik wil jou heel graag schieten, vriend. Ja, cool. Oké, okay, die hebben we. 24 seconden, 25. Ik weet niet of we heel snel gaan tot nu toe. Oké, okay, dit zijn vogels. Oh, wat doen ze allemaal? Oh, ik moet hier op dit wolkje staan, blijkbaar. En dan moet ik ze vanaf hier schieten, van boven. Ja, oké, okay, oké. Okay. Ja, dit gaat wel goed. Dit gaat goed. Ik heb alleen niet gekeken waar de uitgang is. Dit ging niet heel snel. Ik had er opeens eentje die ik miste, maar ik kan ook zo op hun hoofd. Ja, cool. Oké, okay, door, Toad. Door. Ga eraf, ga eraf. Ja, cool. Oké, okay, deze moet ik gewoon schieten, anders wordt het echt lastig. Hammer Bros, die zijn altijd vervelend. Ja, die hebben we ook. Nice. Oké, okay, nu gewoon van bovenaf. Zo. Ja, cool. En dan is er nog één over. En die hebben we ook. Lekker. Oké, okay, kan ik gelijk... Kan ik deze jump halen? Ah, nee. Zijn we snel genoeg? 66 seconden? Ik weet het niet. Ja, we hebben het. We hebben het op tijd gehad. Moest binnen 70 seconden. Lekker, man. Hoppadee, daar hou ik van. Ik vind het altijd lekker als het in één keer lukt. En nu deze. De hoge zweefsprong. Dit is ook weer een badge test. Spring hoger dan normaal en blijf even zweven. Ik weet niet zo goed hoe ik dat doe. Moet ik gewoon springen? Ja, oké. Okay. Ik moet gewoon springen. Easy. Ja, zo. Oké, okay, cool. En dan kan ik hier... Ja, dan kan ik een paddenstoeltje pakken. En dan gaan we zweven hoor, jongens. Woei! Lekker. Woei! En dan moeten we even... Oh, we moeten even hier op dit platform. En dan zo. En dan weer terug. Ja. Oh, soepel.
soepel. Oké, ja, goed. Jullie moeten even niet met mij bemoeien. Ja, cool. Dankjewel, Piet. Dankjewel, Piet Piranha. Ik ga even door, ja. Hoi, mazzel. En waar is dan de volgende bloem? Die heb ik nog niet gevonden, de volgende bloem. Of ik bedoel, de volgende 10 munt. Die is daar. Dan moet ik denk ik even een aanloopje nemen. 1, 2. Ja, oké, we hebben hem. En door. Ja, ik ben bang dat hier ook van die planten uitkomen. Dat mag, dat moet niet. Oké. Wacht, ik ga even terug. Laat je niet gek maken, dat is een goede tip. Want dat gebeurde namelijk wel. Ik liet me wel even gek maken, maar ik kon gewoon rustig zo eroverheen springen. Ja, ik vind het wel een leuke badge. Alleen hij voelt heel onwennig. Maar in sommige levels kan hij wel heel handig zijn, denk ik, deze badge. Yay! Oké, jongens. Zal ik die badge even gebruiken voor het kasteel? We gaan het gewoon proberen. We moeten hier naar het kasteel toe. We hebben daar 9 wondermuntjes dingetjes voor nodig. En dan worden we nu gewoon lekker in de watten gelegd. Nou, ik ben wel heel benieuwd. Hallo, Koompa Troompa. Oké, ik heb blijkbaar de olifanten. Dit is Toadlifant. Toadlifant is wel een baas. Ik ga er niet eens voor je liegen. Even kijken, kan ik deze kapot maken? Ja, en dan kan Toadlifant lekker zakken zo. Wat een ziek idee. Toadlifant lijkt wel alsof hij een kok is of zo. En alsof hij een koksmuts op heeft. Zo ziet hij eruit. Oh, kijk eens, we gaan naar boven. 3, 2, 1. Oh, nee, ik moet dit zo laten bouncen. Oké, 1. Ja, super. En nu? Wat gebeurt er dan? Dat was het. Dat was het. Zat daar niks bijzonders in? Dat vind ik gek. Dat vind ik heel gek, jongens. Oh, daar is een spijkerbal of zo. Huh. Kom maar mee. Ah, nee. Nee, dit ging zo goed. Potverdorie. Oh, kijk. We moeten die spijkerbal daar, we moesten daar naar links. En dan krijg je het tweede teammuntje. Hoe kom ik dan hierboven? Oh, kijk. Zo kom ik hierboven. Oh, ja. Had ik verder omhoog moeten? Kan dat nog? Kan dat niet meer? Okay, ik kan in ieder geval hier wel hopelijk een teammuntje gaan pakken. Als ik nu niet... Ja, dit was goed. Dit was goed. Ik denk alleen dus nu dat ik een wonderzaadje heb gemist daar. Bij dat gekke platformpie. 1, 2, 3. Hartstikke idee. Daar gaan we nog wel even naar terug. Dus we moeten deze eventjes zo hier weg zien te halen. En dan gaat dit platformpie omhoog. Dan moet ik even flink springen. Zo. Dat we uiteindelijk helemaal daarboven kunnen komen. En ja, oké. Kijk, zie je wel? Daar is die wonderbloem. Wat moeten we doen, jongens? Ik ben een blokje. Ik moet als blokje omhoog zien te springen. Ik kan die stekeldingen dus nu gewoon kapot maken. Kijk, dit is lekker. Ik wou ze allemaal ontwijken, maar we kunnen ze gewoon slopen. Oh, nu kan ik ze die kant op duwen. Ja, ik heb er wel 1 nodig. Niet allebei tegelijk komen, jongens. Ja, top. Oei. Dit is wel het mafste ding wat we kunnen worden, hoor, tot nu toe. Ja, sloop maar. Ja, heel goed. Kunnen we onderlangs zo. We hebben nog ruim de tijd. We hebben nog 50 seconden over. We kunnen gewoon rustig gaan doen. En we hebben hem. Zo, hartstikke idee. Oké, dus we kunnen nu naar de top toe. We zijn bijna boven. En daar is Kamek. Kamek, wat kom jij nou weer doen hier? Je gaat mij niet betoveren, hè, vriend. Oké, wat is dit? Wat is dit? What? What? Boze Bowsership. Oh, we krijgen even een extra leveltje. Luchtgaljoen van de Wolkenpiek. 3 sterren. Oh, en dit zijn echt van die oude Super Mario 3 schepen. Maar dan in een nieuw jasje. Dat ziet er wel vet uit, zeg. Jeetje. Oh ja, dat zijn van die zelfscrollende levels. Dit is wel... Ah, ik vind het zo cool. Ik word helemaal gek. Ik vind het echt heel leuk, man. Oké, kan ik daar gelijk omhoog springen? Of moet ik even op jouw hoofd springen? Ja, er zit wel iets in wat ik goed kan... Oh, er staat hier gewoon een buis. Nou, misschien wel goed om even deze bloem te pakken. Dit is wel lachen. Ze schieten gewoon alles kapot. Heel nice. Dit is top. Dan kan ik hier boven langs. En daarboven is volgens mij een 10-muntje. Ja. Die hebben we alvast gevonden, die allereerste. Kom maar, schiet hem maar. Ja, nice. Oh, en hier kunnen we die buis in? Kunnen we die buis in? Ik wil die buis in. Nee, dat gaat niet. Oké, dan gaan we door. Gaan we hier naar beneden? Denk ik. Of gaan we naar boven? Ik denk dat we naar beneden gaan. Ja, we gaan zeker naar beneden. Oké, cool. Cool. Begin te schieten. Ah, nee, nog niet. Ja, nu. Ik wil deze buis in. Let's go. Ja, die kunnen we wel in. Wat een vette levels, jongens. Oké, kan ik jou meenemen dan of zo? Kan ik jou oppakken? Ja, ik kan jou oppakken.
Oh, dat kan je ook gewoon zo laten schieten. Terwijl ik jou oppak. Dit is goud. Dit is goud. Hartstikke idee. Ja, lekker. Wat een top vijanden zijn dit. Heel nice. Oké, we hebben er 2 10 muntjes al te pakken. Dat is helemaal goed. Oh, we moeten hier ook... Dit moeten we even kapot maken. Kunnen we hier de wonderbloem pakken? Yes! Super! En dan? Wat gebeurt er? Oh, we worden getarget. Oh, kijk die Bowser erachter. Die probeert ons te schieten. Schiet, schiet, schiet. Schiet daarop, alsjeblieft. Dan doe ik dit. Lekker. Hoppakee. Dit is zo cool. Oh my god. Mario, Nintendo, jullie hebben dit weer echt fantastisch gedaan, man. Jullie hebben jezelf weer overtroffen. Hoe verzin je dit weer gewoon allemaal, dit? Dat is toch niet normaal? Hoe kunnen ze dit nou blijven verzinnen, dit soort vette leveltjes? Dat is echt niet normaal. Wat een ziek idee. We gaan even naar boven zo. Yes. Lekker dit. Je mag even hier schieten als je wil. Kom maar, schiet maar hier. Schiet hier, Bowser. Ja, top. Top. Dankjewel, Bowser, dat je me helpt. Ik ga even bukken en dan pak ik deze. Wat een ziek idee. Heel vet gedaan. Oh. Mensen zeggen dat dit misschien wel de beste 2D Mario platformer ooit is. En het begint er wel op te lijken, hè? Het begint er wel echt op te lijken. Man, man, man. Hoe vet. Oké, wat is de bedoeling van deze bobombs? Voorlopig nog even niks, denk ik. Ik denk dat ik daar nog niet echt iets mee hoef. Misschien dat ze me kunnen helpen ergens mee. Ja, ik had denk ik... Dan kan ik denk ik door deze buis heen. Ja, 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 ja. Ja, dan had ik door die andere buis kunnen, denk ik. Gaan we straks doen, maar eerst gaan we door deze. Ik ben wel heel benieuwd wat er gebeurt als we door die andere buis gaan, namelijk. Oké, Bowser, wat heb je nou weer in? Oh, jeetje, dat was bijna, echt bijna op mijn bakkes. Moet ik jou nog even pakken? Nou, dan hebben we wat extra muntjes en ik moet voorzichtig zijn. Voorlopig gaat hij allemaal bommen lopen te gooien. Ik ga gewoon even door. Dan moet ik gewoon deze knop indrukken. Zo, hoppakee, de noodknop. Oh, wat gebeurt er? Oh nee, alles gaat nu de andere kant op. Ja, lekker voor je. We slopen het Bowserschip. En Toad vloog weg. Oh, dit was het. Ja, maar ik wil toch die andere buis nog even pakken, jongens. Florian, die is blij. Die zegt wat eng zeg. Ik ben echt niet dol op hoogtes. Maar dat doet me wel ergens aan denken. Er schijnt een badge te zijn die je helpt als je per ongeluk in een gat valt. Die verkopen ze hier op deze berg. Oh, op de volgende berg. Oh, ik heb ook gewoon nog een 10-muntje gemist ergens, zie ik trouwens, in dit level. Oké, pak hem. En dan gaan we hem zelf duwen. Let's go, Toad. Ja, lekker. Je bent sterk genoeg, vriend. Lekker, Toadje. Oké, cool. En dan zo. En dan kunnen we als het goed is hierin. Precies. Zit hier dan die derde 10-munt? Ja, kijk, deze zochten we nog. Die moesten we nog hebben. En dan zijn we nu bovenop de berg eindelijk beland. In de volgende video gaan we deze wereld uitspelen. Ik zie nog een heel mooi kasteeltje. Hier zo. Duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je gewoon bij die video. Mazzel!